naar jeugdzorgmedewerkers. Die zijn te veel tijd kwijt aan hun administratie. Ja, en dat gaat natuurlijk ten koste van hun cliënten. Daar moet wat aan veranderen. En daarom is het vanaf vandaag de Nationale Schrapweek. Professionals, werkgevers en gemeenten die presenteren deze week hun oplossingen om al dat administratieve gedoe te gaan verminderen. En ook onze minister van VWS, Hugo de Jonge, die is erbij. Kijk, een aantal regels staan in de wet, maar veel meer regels eigenlijk waar mensen echt last van hebben, die zijn ofwel binnen instellingen zelf bedacht of zijn bedacht tussen gemeente en instellingen. En het mooie daarvan is, als je ze zelf hebt bedacht, kun je er ook zelf weer vanaf. Dus wat wij willen is dat iedereen om tafel gaat zitten, de top 10 van ergernissen opschrijft en al die regels die je niet snapt, die moet je schrappen en er dan ook echt mee kappen. Dus er wordt ook echt concreet meteen geschrapt deze week, van dit gaat van tafel, dit gebruiken we niet meer. Zo is dat. Mijn stelling is echt, van heel veel regels waar mensen echt last van hebben, van heel veel administratieve lasten, kun je echt vanaf. En het is niet zo dat de zorg daar minder van wordt. Nee, je houdt juist meer tijd over voor de zorg voor kinderen en een beetje minder voor papieren. En dat is maar goed ook.